Deze beschouwing die gaat over het globalisme en dat afgezet tegen het christendom. Die beschouwingsuitzendingen die duren ongeveer 3 kwartier. En die kan je rustig opzetten voordat je gaat slapen. Het wordt niet echt wereldschokkend. Je hoeft niet pen en papier erbij te halen om alles op te schrijven wat ik zal zeggen. Het is allemaal vrij voor de hand liggend. Het is meer beschouwend. En wat is er nou aan de hand? En ik drink een kopje thee. Misschien dat jij dat ook moet doen. Vroeger dronk ik bier. Van het zware bier. Een gulpende gladiator. 10% alcohol. En dan van die lekkere wiet erbij. En dan een goedkope rotzooi check. Want echt lekkere tabak, dat werd op een gegeven moment, op een gegeven moment, onbetaalbaar. Dus ik kon het wel betalen, maar ik denk, nee, dat ga ik er niet voor betalen. Maar ja, dan krijg je van die rotzooi check. Dat is ook niet lekker. Maar dat doe ik allemaal niet meer. Vreemd genoeg kostte me dat helemaal geen moeite om ermee te stoppen. Het was meer op een dag. Het was een zondag, dat weet ik nog. En ik zei toen tegen mezelf: morgenochtend als ik wakker word, dan. Ja, dan ga ik geen bier halen. En dat deed ik elke dag. Hè? Zo. 'S Morgens wakker worden met een heel moe lichaam. Ja, vind je het gek en al die wiet en al die alcohol. En dan om 11 uur, 11:30 naar de supermarkt. En even doorlopen naar de coffeeshop. Even boodschappen doen. En dan eens in de 2 dagen of zo, en dan haalde ik wat eten. Maar ook niet veel. Maar in deze tijd van beschouwing, dat hoort er ook bij, hè? Dat ik ermee gekapt ben en dan neem je afstand van al die dingen. En dan kijk je zo eens om je heen, met je nuchtere blik. Dan denk je, wat is er nou aan de hand? Kijk, het christendom, dat is gebaseerd op het Oude Testament en daar dan een stukje bij geplakt. Hè? Even oneerbiedig gezegd. Hè? Maar mijn Bijbel, dus ik zal het even bijpakken. Ik heb een heel mooi, nieuw, gloednieuw Bijbeltje. €14,50 gekocht. Dat ding heeft in totaal 1100 pagina's of zo. Even, ik ben even aan het bladeren hoor. Ja, het Oude Testament, dat is 900 pagina's nog iets. 913 pagina's. En dan het Nieuwe Testament. Inclusief het Oude Testament. Dat is, pak een beet, ongeveer, precies, wat staat er nou, 1225. 1225 min 900, zeg maar 1200 min 900, 300. Dus het Oude Testament is 3 keer zo dik. Ja, dat klopt wel. Dus het Nieuwe Testament is een kwart van de Bijbel. En als je me heel eerlijk vraagt, dan vind ik 1 evangelie al ja, genoeg, een beetje overdreven. Maar al heel veel hoor. Als je kijkt naar 1 evangelie. Hè? Evangelie van Matthäus bijvoorbeeld.
En dan praat je over iets meer dan 30 pagina's. Dat is nog niet veel. Dat is wel leuk, het sluit dan af, hè, Matthäus. Nou, alles is al voorbij. Hij heeft al aan het kruis gehangen en is weer opgestaan. En dan zijn de laatste woorden van Jezus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerenden hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al die dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Dat is het laatste van Matthäus. Dat is toch een mooi einde. Ja. Ik vind het een heel mooi compleet boek. Gewoon een bibliotheek moet ik zeggen. Want Matthäus is maar één boek. Dan krijg je het andere boek, heet Marcus. En dan krijg je nog een boek, heet Lucas. En dan krijg je weer een boek, heet Johannes. Johannes heeft het mooie begin. Hè? In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Mooi kernachtig. Ik heb hier het evangelie van Johannes als apart boekje. Gratis gekregen. Het wordt gratis uitgedeeld, hè? Hier in Arnhem. Staan ze bij de katholieke kerk. Niet in de katholieke kerk. Nee, ze staan erbij. Met een bus. Zo van een van de... Ja. Dus iemand die heeft wat geld of zo. Vroeger hadden ze een echte oude bus, zo'n personenvervoerbus. Lijn 43 naar het Centraal Station, zo'n soort bus. En nou is er dan zo'n personenbusje, zo'n hip ding. Vrij nieuw, met een leuk opgeschilderd. Kleuren met geel en rood, dus je ziet hem gelijk staan. Het lijkt bijna op een soort ambulance. Maar het is dan een evangelisatiebus. En delen ze gratis bijbels uit. Of ja, evangelie van Johannes. Nou, misschien dat je daar ook wel een bijbel kan krijgen, hoor, als je het lief vraagt. Maar ik heb hier dan een Statenvertaling. Gloedje nieuw. Met twee bladleggers. Keurig verzorgd, kaarten erbij met benamingen van de gebieden en netjes verantwoording. Door last van de hoogmogende heren, Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. De Statenvertaling. Nou, inhoudsopgave erbij. Ja, wat wil je meer? Achterin zit er nog iets met... Ook een paar kaartjes en een uitleg van, zelfs een paar blanco pagina's, kan je aantekeningen maken. Ook heel handig. Hadden ze er niet bij te hoeven doen hoor, maar dat kan je zelf in kladderen. Nog weer wat kaartjes en een moeilijke woordenlijstje. Van hoe en wat in het Frans of zo, maar dan hoe en wat in de Bijbel. Ook weer vrezen, dat is er ook zo.
Kijk wat die hierin staan. Vr, vr, vr. Maar hier hebben ze dat woord niet. Dit is dan kennelijk toch nog een beetje gemoderniseerd. Dat zei een dame tegen mij, dat in de hele oude oude Statenvertaling, daar wordt het woord vrezen gebruikt. Maar dat heette toen eerbiedigen. En tegenwoordig is het dan dat je bang bent, hè? Dat zei die dame. Vermangelen. Van die oud-Nederlandse woorden. Stouthartig. Een koets. Wat is een koets? Dat is een slaapplaats. Dit is de Bijbel. De echte. €14,50. Dat is toch geen geld? Voor een boek van 1200 pagina's. Ja, maar er zit geen copyright op. Nee, dat klopt. Ja, dat is copyright God natuurlijk. Maar als je geld wil overmaken aan God, ja, dan lacht hij zich helemaal kapot. Wat moet God nou met geld? Ja, laten we eerlijk zijn. God helemaal niks aan. God wil dat je nuttig bent. In zijn ogen dan, hè? En wanneer ben jij nuttig voor God? Ja, daar laat ik mij niet over uit. Hè. Daar moet je voor bij die globalisten zijn. Die hebben daar de mond vol van, hoor. Wanneer is iemand nuttig voor het grote globale geheel? Daar weten die globalisten van alles bij te fantaseren. Het Griekse woord voor globaal of universeel, dat is katholiek. Ja, niet letterlijk, maar je weet wel, katholisch of zo. Ja. Hij kreeg geen Grieks, maar. Dus die van wat katholus of zoiets. Dat betekent universeel, globaal. De katholieke kerk is de globale kerk. De katholieke kerk is ook de organisatie die regelmatig weer eens loopt te brullen dat er een wereldregering moet komen, want die is zo hard nodig. Ja, voor mij dus niet. Hè. Maar de paus is daar. Die maakt zich daar erg druk over, dat hij er vooral komt. Ja, want anders gaat het helemaal mis met de aarde. Nou, dat geloof ik niet. Dat is wat de paus zegt. Ja, dan moet de paus lekker weten. En de paus heeft geen verstand van natuurkunde, dat kan ik je wel vertellen. Ik durf rustig te zeggen dat ik heel wat meer verstand heb van dingen als scheikunde, toxicologie, natuurkunde, wiskunde, ecologie, epidemiologie, dan de paus. Die uitdaging, die durf ik rustig aan. De paus die spreekt beter Spaans dan ik. Die hablas de primera española. Maar hij hield wel zijn mond met zijn hablas español toen er onder zijn toezicht oog in Argentinië 30.000 Argentijnse burgers. Hé, dat is gek zeg. Waar zijn die nou gebleven? Hé, daar heeft meneer niks van hablast, hè, in die tijd. En het grapje is trouwens, hablas betekent spreken. Ja. Hablas español betekent...
spreek je Spaans. Yo, no hablas español. Nou, de paus heeft niks gehablast toen hij erachter... Hij was ervan op de hoogte. Hij wist het. Het Argentijnse regime, dus, waar die Sorrieta, die was toen minister van Landbouw. Ook zo'n minister die je niet nodig hebt. Hè? Overbodige ministeries die je af kan schaffen. Dat is best een behoorlijke lijst, hoor. Waaronder het ministerie van Landbouw. Maar goed, er was eigenlijk die Sorrieta, was de minister van Landbouw. En dan het hoofd van die toestand, wie was dat ook alweer? Nou, en die dochter van Sorrieta, die is een Maxima. Maximo, hoe heet ze nou? Die is dan hier koningin. En in die dagen dat Maxima dan, heb je het over, eind jaren 70, begin jaren 80. Toen was die vuile oorlog bezig van het regime tegen het eigen volk. Toen was de huidige paus, die was toen nog geen paus. In die dagen had je Johannes Paulus II. Je had Paulus VI. Toen kreeg je Johannes Paulus I, nou, die was met een paar, die was met 33 dagen, was die gehemeld. 'S Morgens kwam de huishoudster, die kwam binnen met het ontbijt. En toen was meneer dood, overleden in zijn slaap. Men vermoedt dat hij vergiftigd is. Maar het lichaam van een paus is zo heilig, daar mag geen lijkschouwing op gedaan worden. Dus we weten het niet. Die man is zonder al te veel ophef volgens mij begraven. Raar gedoe met die globalisten, die katholieken. Ja. Dat was Johannes Paulus I. En die werd opgevolgd door Johannes Paulus II. En toen die overleed... Dat stond helemaal, dat weet ik nog, in de Volkskrant. Een hele grote foto op de voorpagina. Dus zo over de kist heen gefotografeerd. Dus dan zie je eerst rechts het hoofd van Johannes Paulus I, van zijn lijk dan. Hè. En dan kijk je over die kist en wie zit er dan als op de eerste rij? Er waren alle bobo's uit Amerika van die dagen. Clinton en Bush. En die vrouwen erbij. En toen kregen die Benedictus. En die leeft nog, hè? Die is dan afgetreden. Dat kan helemaal niet. Volgens hun eigen stelsel. Dat kan hele gaar niet, man. En een paus ben je toch voor het leven. Oh, nou. Maar Benedictus de 16e, die zit nou ergens te macrameën of zo in Vaticaanstad. Ja. Rare jongens hoor, die globalisten. Aan de ene kant denk ik van ja, als we ze nou eens gewoon de zin geven, dan zijn we van het gezeik af. Maar ja, de vraag is wat ze nou eigenlijk willen, die globalisten. Het is duidelijk, ze willen niet zoiets als privébezit. Dat hebben ze een broertje dood aan. En ja, ik heb daar niks op tegen. Jullie wel?
Laat mij nou uit dat iemand bij leven de eigenaar is van iets. Zo iemand gaat toch dood. Dus, en dan valt alles vrij. Dan wordt een ander de eigenaar. Yeah. Het grote probleem met het afschaffen van privébezit is dat je hebt dan het privébezit als rechtmatigheid verboden. Maar de bezittingen, de spullen, dat blijft natuurlijk gewoon bestaan. Ja, en van wie is het dan? Nou, van ons allemaal. Ja, ja. En wie is dat dan, ons allemaal? Ik ook? Nou, ik dacht het niet. Nee, dan is alles van de paus, snap je? De paus is te vergelijken met een verwend kind. Die is pas tevreden als die alles en alles en alles heeft. Hij wil de baas zijn van alle geloven. Hij wil de baas zijn van alle heersers. En dan wil hij ook nog de baas zijn met de manieren waarop wij denken over de wereld. Ja, dat kan alleen maar heel fout gaan. En dan zie ik dus, toen mijn dochter nog op de HAVO zat, kreeg ze dat ze ook iets als maatschappij leren of zo. Dat heette dan anders hoor, maar. Het was echt wel een inprenten van hoe je je moet gedragen in de maatschappij of zo, hè. Ja, dan zag ik dat lesmateriaal, jeetje man. Er stond er dus leg uit waarom, dat was een of andere case hadden ze dan, hè. In een stad, lalalalalalala, leg uit waarom globalisme hier het ultieme oordeel oplossingsgebeuren voor heeft. Ja, snap je hem? Ja, dat is iemand woorden in de mond leggen. Hè? Dus het globalisme is zonder meer goed. Het enige wat die kinderen moeten doen is ze moeten verzinnen waarom. Dus ook met die EU, hè, dat is een onderdeel van het globalisme, is de EU. De eerste president van de EU, dat was Herman Van Rompuy. Nou, die heeft allemaal mooie diploma's gehaald bij de KUL. En dus niet de flauwe KUL, maar de KUL. Nou ja, flauwe KUL, KUL blijft KUL. Grapje. Hey, Katholieke Universiteit van Leuven. Waar Jurk bij in de buurt woont. Ja, Jurk woont in Leuven. Maar ik zou zeggen, hij woont ernaast. Maar ik woon in Arnhem. Ik zit op een steenworp afstand van het gemeentehuis. Ja, Jurk gelukkig niet. Ja, niet dat hij niet in Arnhem, maar want het centrum van Leuven. Dat is niet, nou ook niet echt. Nee, daar hoef je mij niet te begraven. Maar waar Jurk woont, dat is wel een leuk wijkje. Beetje landelijk. Maar daar is er ook die katholieke universiteit. Daar heeft Herman Van Rompuy gestudeerd. En naar ik meen, zeiden ze een hoge pief binnen de katholieke organisatie. Volgens mij is hij zelfs jezuïet. Ik meen dat ergens gelezen te hebben, maar. Jurk Liesman zal er wel meer van weten. Maar Herman Van Rompuy is al lang weer platen. Zit nu weer een nieuwe. Maar die is de hele dag dronken. Junker of zo. Dan heb je dan die Nederlander en die zit er dan onder. Die Dinges Timmermans. Die zou die zaak met die MH17 wel eventjes helemaal uitzoeken. Ja, nou dat is mooi niet gebeurd.
Daar heb ik ook nog een paar uitzendingen over gehouden. Over die MH17 toestand. Wat een slap Janus van een onderzoek was dat, zeg. Dat is echt Holland op zijn smalst. Ik was toen op vakantie in de Ardennen. En de volgende ochtend, toen kwam Wim. Ik was er met Wim Kruidentuin. En nog iemand. En Wim die zou boodschappen gaan doen. En we hadden s'avonds een beetje ruzie, een beetje mot gekregen over die MH17. Want ik zag dat gelijk al als van, hier klopt iets helemaal niet aan, hè. Nou, en Wim die werd er stikzagrijnig van die opmerkingen van mij. En die andere gozer ook. Dus we hebben helemaal niet lekker doorgesopen zoals we van plan waren. Met als gevolg dat Wim de volgende ochtend hartstikke vroeg wakker was en ik ook. En Wim naar het dorp om brood te halen en dat soort dingen. En de krant. De Trouw was dat. En er stond de hele Trouw helemaal vol met MH17 dingen zo. Nou, dan kan je even nagaan hoe snel ze dat voor elkaar hebben gekregen, joh. Inclusief interviews met nabestaanden. Door de lijst met passagiers, die is pas, ik weet niet hoeveel dagen daarna pas, was dat bekend wie er in het vliegtuig zaten. Nee, maar die donderdagavond zat er al een journalist van de Trouw te bellen met iemand in Heerhugowaard. Want ja, uw familielid zat daar met de MH17 en wat vindt u daar nou van? Ja, joh. Ik had die krant mee moeten nemen. En zorgvuldig moeten bewaren. Had ik het nu uit kunnen voorlezen en hadden jullie geweten wat voor een leugens daarin stonden. Nou, die Frans Timmermans, die zou dan alles wel eventjes regelen. Ja, van de regen in de drup. Half Nederland afzetten voor een, wat was het, een begrafenisstoet. Gaat er weg, man. Alsof dat de oplossing is. En wie heeft het nou gedaan? Ja, dat weten we nog steeds niet, man. Waarschijnlijk waren het nog de Russen, een nog de rebellen, een nog de Oekraïense regering. Maar zaten de globalisten erachter? Dat hebben we altijd als apart, vond ik dat. Dat, dan moet ik even bij het begin beginnen. John F. Kennedy, die president van Amerika, die is in 1963 gechopt. Op Dinges Plaza. Hè? Daarin Houston of zo. Hè? En John F. Kennedy die was van plan om een Amerikaanse dollar te gaan uitgeven. Die net zoveel waard was als de toen officiële dollar. Maar dit was dan de echte Amerikaanse dollar. En die zou gedekt zijn. De dekking was dan in goud. Gewoon zoals ze het vroeger ook deden. Backed by gold. En die eerste biljetten die zouden de dag nadat John F. Kennedy vermoord is, de dag daarna zouden de eerste biljetten verspreid worden. Wat dus nooit heeft plaatsgevonden. Want John F. Kennedy werd vermoord. En de volgende dag is dat hele feestje met het uitgeven van die Amerikaanse dollar niet doorgegaan. Hetzelfde geldt voor Gaddafi, de leider van Libië, die van plan was om in Afrika een Afrikaanse munt, ook gedekt door goud, te gaan introduceren. Nou, Gaddafi is gechopt. Op een barbaarse manier, by the way.
En hetzelfde geldt ook voor Indonesië. En daar is dan niet een premier of zo vermoord. Hè? Maar in Indonesië waren ze ook van plan om terug te keren naar een standaard waarbij een gouden munt, dat is dan net zoveel waard als een geit. En een zilveren munt is net zoveel waard als een kip. Dus dan betaal je in geiten en kippen. En behalve die MH17, die dus op weg was naar Indonesië, zijn er nog twee andere Indonesische vliegtuigen zomaar verdwenen. En ik vraag me nou af, hè, is dat nou dus echt, hè, had het iets, die MH17 had het iets te maken met die Oekraïne en met de Russen en met die rebellen? Of was het direct een actie naar die Indonesiërs toe van, is dat nu duidelijk? Hou ermee op. Als je iets wilt doen met een financieel systeem, dan kom je naar ons. En van ons kan je iedere valuta lenen tegen rente die je maar wil. Heb je geld nodig als staat? Jongen, kom je toch naar ons? Krijg je dit lenen? En waarom zou een staat moeten lenen? Hè? Een staat kan toch zelf, tenminste, kon zelf valuta drukken. En voor zover je een eerlijke staat hebt, is dat ook prima te doen. Maar ja, wanneer hebben wij voor het laatst eerlijke staatslieden gehad? Willem de Zwijger en een Maurits had je ook nog. Dat waren wel goede kerels. Maar wat erna gekomen is, dat weet ik niet hoor. Het werd allemaal erg globalistisch. Hè? En dan de link naar het christendom, ja, die is overduidelijk. Hè? Wat ze gedaan hebben in het begin van de 4e eeuw... is dat ze het christendom geassimileerd hebben. Zo. Ze hebben het overgenomen. Zo. En er iets anders van gebakken. Kleine modificaties hoor. Modificatietje hier, modificatietje daar. Cherrypicking heet dat. Kersen kiezen. Ja, kieskeurig noemen wij dat. Hè? Heel kieskeurig hebben ze bepaalde dingen uit de Bijbel zo gepakt. Voor, oh ja, ja dat spreekt ons van aan. Ja, ja. En dan algemene dingen als noem niemand op deze aarde je vader. Dat werd een beetje weggewuifd. Ja, nou ja, dat moet je niet. Moet je niet te letterlijk nemen hoor. Ze hebben juist het christendom gepakt en gebruikt als, noem het maar blauwdruk voor de wereldreligie. Nou, en als die mensen dan het christendom zo ongelooflijk vinden, en ga er maar vanuit dat die mensen niet over één nacht ijs gaan. Die hebben daar een hele tijd over nagedacht. Voordat ze hebben besloten om het christendom over te nemen. Dat is een hele belangrijke beslissing geweest voor die organisatie. Je hebt het over Babylon. Het voormalig Babylon. Babylon qua gedachte bestaat nog steeds. Oppermachtig. En in de Bijbel staat dat dit stond te gebeuren. Dat staat er allemaal keurig uitgelegd. In het boek Openbaring. Dat is een profetie. Dus dan moet je even doorheen lezen. En weten wat is. Want er staat niet letterlijk in. Lalalala. Maar het is een profetie.
Het is een openbaring geweest aan Johannes op het eiland Patmos. Dat was geen vakantieeiland. Nee, daar was meneer naartoe verbannen. Want ze hadden genoeg van meneer Johannes. Ja, hij zat er dus ergens op een stuk steen. Ja. En God sprak tot hem. Ja. En dan krijg je beelden. Hij kreeg beelden te zien. Ik ga het nog doen voor jullie. Dan maak ik een screencast. Want ik heb het boek Openbaring, dat heb ik hier. Maar dan de... niet het hele boek Openbaring. Maar het zijn alle litho's die Max Beckman heeft gemaakt op basis van het boek Openbaring. En Max Beckman was toen... Heb je het over de Tweede Wereldoorlog? Was hij ondergedoken voor de paus, voor het nazi-regime. En het nazi-regime was van de paus. Zat hij ondergedoken in Amsterdam. Op een zolderkamertje aan de Rozengracht. Ik dacht de Rozengracht, ja. Maar ik weet niet helemaal zeker. In de buurt van de Dam, zeg maar, waar het paleis ook zit. Hè? Eén zo'n uitvalsstraat. Ja, dat maakt er niet zo van uit. Maar daar zat die man, die arme man, helemaal zijn eentje. En daar heeft hij een opdracht uitgevoerd die hij kreeg van een Duitse uitgeverij. Die wilde hem wel een beetje subsidiëren en die zeiden van, ga jij maar litho's maken van het boek Openbaring. Het wordt een bijzondere serie uitzendingen die ik daarover ga doen. Want ik begreep nooit geen biet van de inhoud van het boek, maar nu wel. Nou, niet alles, maar met de hulp van Jurk kom ik daar wel uit. Het meeste weet, nou het meeste, maar een aantal dingen, dat weet ik toch echt wel. Waar het over gaat. Wat is profetisch taalgebruik? Het gaat om die dingen die er gebeuren, die staan in een geestelijk verband. Het gaat over symbolen. Dus the woman, dat staat voor de kerk. And the woman riding sits upon a beast. En dat is het beeld wat Johannes zag. Want hij zag een vrouw en die zat op een beest. En op haar vrouw, op die vrouw haar voorhoofd, daar stonden godslasteringen. Dus op haar voorhoofd stonden woorden zoals fuck you of zo. Je hebt het eerste beest en het tweede beest. En ik denk dat je kan stellen dat het allemaal... Dat heeft zich allemaal voltrokken. Dus is het de tijd dat Christus gaat terugkeren. Ja, wanneer, dat weet je niet. Jurk die doet zo'n gokje van over 150 jaar. Ja, zou kunnen. Ja, dat kan ik ook wel zeggen. Over 150 jaar ben ik toch dood. Dus als hij dan niet teruggekeerd is, dan heb je toch niemand om aan te klagen. Ik zou het echt niet weten. Misschien wel over 150 eeuwen of zo. Ik weet niet hoe je dat moet tellen. Ik denk als Jurk dat zegt dat hij dat
Dat het van hem ook een hoop is. Dat hij hoopt dat deze marteling voor de mensheid niet te lang duurt. Hè? Dat het een keertje voorbij is. Hè? Dat we eindelijk weer eens ons bezig kunnen gaan houden met positieve dingen. In plaats van alleen maar stil te staan bij al die ellende van die katholieke, globalistische zakken hooi. Nou laat ik me nog heel erg netjes uit hoor. Dat is het tuig van de richel. Ik zag vandaag een stukje. Dus Jurk heeft die film geüpload op zijn kanaal. Zijn documentaire film over wat de katholieken, de globalisten, hebben uitgespookt in Kroatië. Die documentaire film heeft hij niet zelf gemaakt. Die heeft hij ergens opgedukkeld. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan het niet aanschouwen. Het is mij te gruwelijk. Je hebt ook zo'n boek en het heet Het Boek der Martelaren. Weet je ook weer? Foxes. Fox met dubbel X. F-O-X-X. Foxes. Book of Martyrs. Dus Fox, zijn boek der martelaren. Kan je zo PDF downloaden. Pagina na pagina na pagina na pagina. Dat gaat maar door. En daar weer zoveel en daar weer zoveel. En die zijn eerst. En al die details erbij van wie er nou precies. En ik ga al die methoden van martelen. Ik ga het niet meer opdreunen, man. Ik word er kotsmisselijk van. Letterlijk misselijk, hoor. Want dan kijk ik nog liever naar Hannibal the Cannibal. Met Jodie Foster. Die was Silence of the Lambs. En dat is tenminste een onderhoudende film. Ja, ik maak er maar even een grapje over. Ja. Hoe heet die acteur ook alweer die die bad guy speelt? Ja. Die Hannibal Lecter. Dat is ook een typisch figuurtje hoor. Zo'n mannetje van zo'n beetje middelbare leeftijd. En een goede hairdo. En die rijdt in de ronde in een Jaguar met een sportuitvoering en zo. En, hoe heet die vent? Dat is denk ik ook zo'n katholieke joker hoor. Een ridder van Malta of een ridder van Columbus. Of een lid van de globalistenclub. En dan kijk ik nog liever daarnaar. Ja. Dan naar die documentaire film van Jurk over wat ze in Kroatië hebben uitgevrouwd. Dat heeft er ook mee te maken dat ik het inmiddels wel weet. Want ik heb dat soort documentaire films wel bekeken. En die Jurk nou gevonden heeft, die is dan helemaal met bronvermelding en alles erbij. En allemaal beeldmateriaal. En waar is dan het Nuremberg-proces om die katholieken allemaal op te bergen? Het bewijsmateriaal is er hoor. We weten allemaal wat die globalisten hebben uitgefroten in de naam van onze heren. Dus ze zeggen, ja, wij zijn van de kerk van Jezus Christus en we komen hier eventjes iedereen vermoorden. Maar dan kregen de dames wel eerst nog even seks, want dat vinden de dames toch leuk, hè? Ja, dacht ik wel. Dat is toch afschuwelijk, man. Ustasja. Heette die tak van de katholieken. Ja, gewoon tuig.
En het ettert gewoon door, hè? En het maakt economieën kapot. Het helpt mensen aan de bedelstaf. Ze mergelen Nederland uit. Dus ik heb zo'n staatje gemaakt wat de Europese Unie kost. Dat is verschrikkelijk, man. En wat doen ze met het geld? Ja, ze strooien het in de rondte. Litouwen bijvoorbeeld. Zo'n Baltische staat. Daar krijgt iedere inwoner van de Europese Unie €400 per jaar. Ja, je zou naar Litouwen gaan verhuizen, denk ik. Hè? Alleen al om die reden. En ga er maar vanuit dat een witbrood, dat kost in Litouwen, denk ik, €50 of zo. Hier kost een halfje wit bij de bakker €1,25. Dan kan je bij de Albert Heijn kan je een halfje wit kopen voor €62. En ik kan je vertellen, want ik eet dat. Maar dat smaakt helemaal nergens naar. Het heeft de structuur van brood, maar het smaakt niet. Niet dat het vies is, maar er zit geen smaak in. Ja. Van het fabrieksachtige brood. Nou, in Litouwen koop je voor €50 een heerlijk geurend, vers gebakken brood. Boordevol met lekkere dingen. En die mensen krijgen dan van de Europese Unie €400 per jaar. Hè? Iedereen, hè? Baby's erbij geteld. Dus een gezin, hè, met papa, mama en 3 kinderen. Ja. Die kregen €2000 per jaar. Ja, daar wil ik ook wel Jan Jans en de kinderen voor uithangen. Als ik van de Europese Unie €2000 per jaar krijg, dat is toch €180 in de maand. En you believe me, dat een kamer huren of een huis huren in Litouwen, dat is niet zo duur. Dus die Litouwenaren, die zijn hartstikke blij met de Europese Unie. Maar wij? Ja? Weet je dat België van alle Europese landen is dat de grootste nettobetaler? Per persoon dan, hè? Als je kijkt naar het aantal inwoners van België. België betaalt het meest. En dan Nederland. Dat is nog niet eens Duitsland. Duitsland betaalt het meest als land. Maar kijk je naar het aantal Duitsers, dat zijn veel meer Duitsers dan dat er Nederlanders zijn. Maar per Duitse arbeider, want alleen een arbeider kan afdragen aan de EU. Een ambtenaar niet. Een ambtenaar wordt betaald door de Nederlandse arbeider namelijk. En de Nederlandse arbeider die moet het allemaal ophoesten. Dat geldt ook voor de Duitse arbeider. Ja, en wij hoesten dik €400 per jaar moet een arbeider in Nederland ophoesten. Om die Litouwen naar... Elke Litouwenaar, dus ook bejaarde baaiersklanten en buitenlanders met een uitkering, die krijgen allemaal €400 in het jaar. En dan blijft er nog een partij geld hangen aan de strijkstok, jongen, voor die Europese Unie. Ze hebben 40.000 ambtenaren en wat er blijft hangen aan de strijkstok, dat komt neer op €345.000 per jaar. Per ambtenaar. Dit zijn de cijfers van 2017. Nou, met angst en beven kan je afwachten wat de cijfers voor 2019 zullen opleveren. En ga er maar vanuit dat die kosten niet gedaald zijn. Ja? En dat allemaal in de naam van die fijne katholieke kerk die het christendom heeft gekaapt.
Nee, nu worden we allemaal blij. Dacht je niet? Nou, ik wel hoor. Dat ik nog steeds bij leven op zijn hamburgers kan zeggen... Tjus! En dag lievers. En hou een beetje vol.